Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb weer echt iets moois om aan jullie te laten zien. En dat hangt hier binnen. Misschien zie je het al een beetje. Ik ga het straks van dichtbij laten zien. Maar voor nu, het is echt heerlijk weer. Het kan straks maar zo eens gaan omslaan. Maar voor nu hoop ik het niet. Jan die heeft iets speciaals geregeld namelijk. Wat heb je geregeld Jan? We hebben even een barbecue voor de mannen van de gemeente, want die zijn zo goed voor ons bezig. Dus ik denk, die moeten we even verwennen. Dat is niet normaal, man. Ik denk dat het aardig is gelukt. Je hebt iets van burgertjes mee, je hebt een green egg. Ja. Morgen, mannen. Morgen, geniet ervan. Ja. Hey, ben je van de catering? Nou ja, dat is meer de Gierse. Oké. Okay. Kijk eens eventjes, een green egg. Ik kan het heel goed opeten. Lekker, hoor. Jeetje. Oh, ik ga wel even in die rook staan. Heerlijk, man. Goed, hè? Zo, dit ziet er echt goed uit. Ongelooflijk. Niet normaal. En wat heb je allemaal? Burgertjes? Wat is dit allemaal? Dit is mijn specialiteit. Het is buffet. Buffet? Dus, ja, buffet. Dat is zo lekker. Met cravenneursaus. Is buffet een soort biefstuk of zo? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Mijn broertje is een slager. Oh. Oh, je weet alleen hoe het heet. Ja, ja. En je eet het op. Ja. Lekker, ja, man. Echt lekker. Die gaan we zo proberen. Dat is de likjes dan eens mee af. Goeie. Hele goeie. Dat is top. Dus nou, eventjes lekker genieten hier zo. En ja, hoe laat is het eigenlijk? Het is 1:30. Dus nou, precies tijd om even lekker wat te eten. Nice. Smaakt het? Zeker wel. Mooi. Super. Het is ook hard gegaan hier met de voortuin trouwens. What? Hier aan de zijkant nog een beetje. Maar voor de rest ligt het er aardig lekker in hier zo. Loopt helemaal door naar achter daar. Wauw. Dit is echt niet normaal. Gruwelijk. Ik weet niet wat ik zie, joh. Dit is toch niet normaal? Wauw, nu zien jullie echt een beetje hoe dat allemaal gaat lopen zo. En uiteindelijk als de tegels worden gezaagd voor, dan krijgt het nog meer een mooie vorm. Ja, en ik ga nu meteen wel eventjes trouwens naar... Hey, pakketjes. Dat is nice. Ik ga meteen wel eventjes naar binnen lopen. Dan ga ik jullie even laten zien wat ze nu hebben opgehangen hier. Oh, hebben ze net eraf gehaald? Oh nee, ze hangen aan de zijkant. Hey, wou net zeggen, ze zijn er niet nu af, toch? Kijk eens. Oh, hij doet het al? Jazeker. Oké, okay, even kijken. Op welke... Wacht, wil jij hem demonstreren? Jazeker. Onderste is om hem dicht te doen. Oh, dat gaat heel smooth en sexy hoor. Wil je hem tussentijd stoppen, dan kan je op het vierkantje drukken. Oké. Okay. Dan kan je hem gewoon zo laten. Als je hem gewoon door laat lopen, stopt hij in het middenpunt automatisch. Ja, dit ziet er perfect uit. Ja, en uiteindelijk worden ze nog een klein beetje aangepast dus. Ja, iets te korter, dat ze mooi van de grond afhangen, waardoor die plooi ook ontzettend mooi loopt. Precies. Ja, dit is clean. Dit is super clean. En het laat ook nog lekker veel licht door. Dus ja, nice. Dankjewel. En die kunnen dus ergens ophangen op de muur of zo. Met deze kan je hem ergens ophangen en dan kan je hem aan de muur. Grandioos. Top. Dankjewel. Nou, ik ben super blij mee. Zoals jullie zien, het werkt hartstikke goed. En alles dat komt mooi in de hoek daar terecht. Dit wat je hier ziet, komt in die hoek mooi terecht. Ja, dit is nice. Dit is echt smooth. Ik ben heel erg benieuwd wat Marjan hiervan gaat vinden. Zo komt het ook helemaal niet voor het raam. Hangt hier perfect. En in de studio, dames en heren, komt binnenkort de hele rails met gordijnen en zo. Daar hebben ze wel al een beginnetje gemaakt om het op te hangen. Dus ik denk 2-3 weekjes en dan hangt het in de studio helemaal. En dat is dan ook allemaal automatisch met afstandsbediening. Dus dit is weer high-tech tot de max. Dit is echt niet normaal. Ik ga maar eens even een burgertje halen hiervoor. Want dat ruikt veel te goed. Heeft Jan echt super tof geregeld trouwens. Samen met zijn broer, die is de slager. Dus dat vind ik wel heel tof van hem. En we hebben inderdaad goede hulp gekregen van de gemeente hier. Ja, ze zijn nog steeds bezig. Maar ze lopen echt super netjes voor op schema. En de hele stoep en alles is eruit. Maar dat gaat super hard. Dus daar ben ik heel blij mee. En ze hadden even met hun kraan hadden ze even geholpen om die grindzakken onder andere omhoog te takelen. Zodat we met het mest eronder alles eruit konden laten komen. Ja, en dan is het wel echt super tof dat Jan ze even op deze manier terugbedankt. Dus hij heeft Jan echt heel goed geregeld. Echt super lief van hem. Wat hebben we er nu op zitten, Jan? De grote jongen ligt erop, hè? De grote jongen. Goh! Jeetje. Ik ben echt benieuwd hoe dit gaat smaken. Kanonnen. Ongelooflijk. Nou, we zijn lekker aan het genieten. Ik heb hier ook een kipstokje. Lekkere salade erbij. Knoflooksaus. Wat een verwennerij. Ik heb mijn KP-slippertjes aangedaan. Lekker hoor. En hoe fijn is het nu ook om straks, als dit laatste stukje zand weg is en de tegels daar erin zitten, hoe fijn is het dan om lekker gewoon elke keer op sokken of op slippers gewoon lekker te kunnen lopen zonder dat al het zand naar binnen gaat. Oh, daar gaat Marjan ook zo blij mee zijn. Dat is niet normaal. Het is ook echt gewoon gezellig zo even kletsen met z'n allen. Heerlijk. Heb je het klaar, Jan? Kijk dan. Dit is zo goud. Specialiteit van Jan. Ongelooflijk. Daar hebben we Milan. Ja hoor. Hey, ook lekker op de slippers, bro. Ja,
25. Heb je allemaal vrienden opeens, zegt hij. Ja, allemaal wel druk, maar de leeftijd is wel wat gegroeid. Ja, we moeten toch mensen komen om vlees op te eten. Klein cadeautje voor je. Hey, dankjewel bro. Ik zie nu al de naam erop staan. Ja, maar dat vind je leuk. Lekker bro, dankjewel. Ja, ik ga straks even openmaken. Lekker stuk vlees, wat wil je hebben? Ja, nou, vlees dan maar. Dan moet je bij Jan zijn, die weet ook alle namen en zo. Ik zou mijn god niet weten alle wat allemaal. Alle mensen hier? Nee, van het vlees. Oh, van het vlees. Wat heb je hier in de aanbieding ook alweer? Dat is bavetje. Bavetje. Ja, dat hoef ik. Klinkt een beetje raar. Oh, dit vind je toch lekker? Zo'n garnalenstok? Ja, garnalen. Lekker. Heerlijk. Hoe heet dat? Garnalenstok? Garnalenspies. Garnalenspies. Spies, is het weer fout. Ja, die wordt er meteen opgelegd door Maarten. Ik heb er nog wel twee lust. Mag ik er twee? Ja, heerlijk. Ja, ja, lekker man. Ja? Garnalen is een favoriete vis. Heerlijk. Dacht ik al. Boy, joh, je hebt een vet shirt aan? Boy, joh, ik wil fietsen. Ik promote het nog steeds. Ja. Lekker man. Ik word nog steeds geboekt. Ja, lekker. Nee. Lekker. Ja, leuk, ja, leuk man. Leuk. Nice. En voor de rest, de tuin ziet er dik uit of niet? De voortuin. Ja, de voortuin is nice. Ziek hè, dat grint. Ja, zeg lijp. Veel ook man. Ik weet het. Hoeveel zakken zijn erin gegaan? Ze hebben die steen voor steen gewoon neergelegd hè. Dat is echt niet normaal. Ik zei al tegen Jan, dat hoeft niet. Maar... Maar verder, hebben we nog opmerkingen? Nee, beetje wit. Ja, een beetje wit. Toch ja. Mooi, past bij het huis. Ik denk als de zon schijnt dat je dan een beetje zo loopt. Denk je niet? Is dat zo, Jan? Nee, toch? Nee? Nee. Ja, hij loopt met zonnebril altijd. Nee, nee. Plus als jij lacht, dan heb je ook al een glans. Ja, dat is waar. Dus je hebt er sowieso geen last van. Ja, ik ben er gewend. Hé, hey, Jan. Hey, sta je ook op en kijk je dan in de spiegel en zeg je, hé, Jan de tuinman. Ja, 100%. Ja. Ja. Dat is echt een kerel daar in de spiegel. Ja, ja. Even flexen zo. Ja. Zie ik jou ook, zie ik hem ook wel doen. Maar het ziet er echt mooi uit. Ja, thanks bro. Hey. Hoppatee, de motoren moeten eventjes weg. Want ze gaan de tegels hier verder afmaken. Ah, dat staat je goed hoor Jan. Ah, even reffen bro. Oh, en ze dachten allemaal dat hij zou omvallen hier in het grind. Wie dacht dat? Dat is toch perfect? Er gebeurt helemaal niks mee. Nee, ja, dat komt dus door die honinggaat eronder. En die dunne grindlaag eronder. Ja, dat is perfect. Ja, want die dunne grindlaag, die heb je zo dusdanig hard aangetrild. Ja, compact, dus dat kun je niet... Ja, kun je niet inzakken. Je kan er geen gaten in maken, zeg maar. Nee. Ja, daar is over nagedacht. Ja, mooi zo. Perfect. Oké, van de grote jongen. Yes, volgende motor. Echt lekker, hè? Ja, dit is echt lekker. Kijk ook die uitlaat met dat blauwe, joh. Heel dik. Oh, wat is dit nou? Kut. Ai, ai, ai. Oh, er kwam een dikke vlam uit. Ja. Ja, even reffen. Hoppakee. Ja, deze bevalt jou meer, hè? Ja. Ook 1000 cc. Ja. Echt ja, dik. Dus, meer voor mannen. Yo, ik vind deze ook zo ziek, hè? Kijk dan die uitlaat. Hoe gruwelijk dat eruit ziet qua kleuren. Dat is niet normaal, hè? Gruwelijk. Deze motoren had ik natuurlijk zelf ook wel weg kunnen zetten. Alleen, Jan die wil ze liever zelf wegzetten en dat ik het film, dan dat hij filmt en ik ze wegzet. Dus vandaar. Ja, start in één keer, hè? Ja, ja. Oh, hij moet eerst even warm open. Ja, dit is een wereldding hoor. Ja. Malaguti. Hoppakee. Ja, dat pak je hoor. Ja, heerlijk scootertje dat. Hoppa. Dus jullie gaan nu deze strook afmaken. Ja. Super dik. Nog hier al dicht. En dan morgen beginnen we ook hier met zagen. Dan gaat deze strook dicht. Bordertje, die border. En dan werken we zo die kant. Super dik Jan. Je hebt die mannen zo blij gemaakt van de gemeente ook? Ja, denk ik ook wel. Echt goed geregeld. Heel erg bedankt. Heel erg dik. Ik heb Milan even een rondleiding gegeven. En Milan eventjes de plantjes laten zien. Die had heel veel dingetjes nog niet bekeken. Dus Milan die zei ook, bro, GG, well played. Jullie zijn Sims in real life aan het spelen hier zo. En toen zei ik ook tegen Milan van, ja bro, ik weet het. Ik word elke dag wakker en ik denk, wat gebeurt hier allemaal? Dit is niet normaal. Dit is inderdaad Sims in real life. Dit is echt insane. Ik ga mijn slippertjes even uitdoen. Ik ga even lekker een momentje nemen om dit cadeautje van Milan uit te pakken. Want, wat hebben we hier? Oeh, leuke verpakking. Ja, ja. Oh, dit ruikt zo lekker. Ik weet het. Oh my god. Ik voel het. Het is vierkant. En ik heb het laatst nog laten zien aan jullie en uitgelegd wat het is in de vlog. En het is hem. Ja hoor. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. We hebben het vraagteken van Mario. En dit is wel echt super tof, want je hebt 6 verschillende binnenkanten van deze badbal. Ja, en dit is de derde die we hebben. Dus ja, misschien wordt het toch tijd dat ik vanavond even in bad ga met Marvin en dat we deze eens eventjes gaan testen. Super vet. Heel erg nice. Dankjewel bro. Het is echt een vet cadeau. Het is echt heerlijk afgekoeld buiten. Het is ook al een tijdje aan het regenen. En
Ik heb wat voor Myron. Dit ziet ze vast niet aankomen. Hi schatje. Kijk eens eventjes. Voor mij. Wauw, tuurlijk voor jou. Heb je die gehaald? Ja. Wat lief. Alsjeblieft, schatje. Dankjewel. Yo, wie deze bloem heeft opgestuurd naar mijn adres, shout-out naar jou, want ik heb 10 pluspunten. Hey! Ik wist het. Yeah! Ik wist het. Je mag niet liegen. Ja, ik heb geen idee. Iemand heeft die opgestuurd en ze kwamen het brengen voor het huis. En ik vroeg ook van wie, maar ze hadden geen flauw idee. Dus wie het ook even opgestuurd, dankjewel. Ik heb weer pluspunten bij Myron gehaald. Boeia. Anyways, het regent. Nice. Goed voor de tuin, toppie. En laten we even kijken aan deze kant van het huis trouwens. Want volgens mij, ik heb het nog niet gezien, maar dat zei Jan voordat hij wegging, hebben ze de straten bijna helemaal in. Ja hoor. Kijk maar hoe dit er nu uitziet. 2 tegels breed. Daar een klein stukje 3 tegels breed. Dat hebben ze helemaal mooi erin gekregen. Dus dat is echt heel erg nice. En als je dan vanaf dit plekje de voortuin inloopt, dus je gaat zo, nou dan weet je gewoon niet wat je ziet joh. Met al dat grind wat hier is gestort. Dat is echt super mooi geworden. Wel is de berekening een klein beetje misgegaan. Maar dat geeft niet. 3 zakken in totaal, juist. 3 extra grindzakken heb ik nog eventjes besteld net. En 5 tegels heb ik apart besteld. Dus ik hoop dat die zo snel mogelijk bezorgd worden. Ik denk dat het goed komt. De tegels wordt nog wel echt een uitdaging. Maar de grindzakken, de big bags, gaat waarschijnlijk wel lukken. En dan wordt dat nog uitgestrooid over het laatste stukje hier in de voortuin. Dus zoals jullie zien, hier mist er nog een stukje. Daar mist er nog een stukje. Nou, onder die platen natuurlijk ook. Hier mist nog een stukje. Precies daar waar de scooter en de motoren staat. Daar mist ook nog een stukje. Nou, en dan is het helemaal compleet. Ik neem dit zakje eventjes lekker mee naar boven. Want die zet ik dan eventjes bij het bad neer. En Myron is net in bad geweest. Dus het badje zit nog vol. Hoppa, kijk. Kunnen we deze hier mooi neerzetten. Boom, hebben we er 3. Super vet. Nu gaan we toch niet vanavond dus samen in bad. Ik ga nu al eventjes in bad in de middag. Maar die mystery badbal, die houden jullie nog te goed. Ik heb daar ook nog geen één filmpje van gezien. Hoe het eruit ziet of wat dan ook. Dus dat krijgen jullie binnenkort te zien, net als ik. Het schijnt wel leuk te zijn, dus ik ben heel benieuwd. Zo, dames en heren. Ik neem jullie eventjes mee hier naar de kelder. Want hier staan Myron en Shiona. Hoi. Even het een en ander op te meten. Shiona is allemaal dingen aan het schrijven. Ja. Zoals de afmetingen van de kelderbak. Gedeelte daarvan. En de bank. En de bank. Ja. En de kast. Welke kast? Ja, want de kast is weg. Ik weet niet of jullie het al gezien hebben, dames en heren. Maar bij deze, de kast die hier stond, die is weg. Daar waren we gewoon niet tevreden over. Dus dat hebben we goed geregeld. En zijn we eruit gekomen dat we iets anders gaan doen. Dus, en dat iets anders is via Shiona en Danny, ja. Waarschijnlijk. Waarschijnlijk wel. We gaan iets. Ik ga eerst iets tekenen in 3D. En dan gaan we zien of dat wat is. Ja. En als dat wat is, dan kunnen wij dat realiseren. Dat is wel tof. Ja. Nou, ben benieuwd. Wel met jouw hulp, hebben ze gezegd. Hè? Zeker, we gaan het met z'n 4. Ja, er moet iemand filmen, toch? Ja. En er moet iemand schroeven. Danny heeft je geleerd hoe dat moet. Zeker, maar ik ga waarschijnlijk nu weer wat dingetjes leren. Want ik had aan Danny gevraagd of hij me even wilde helpen op de slaapkamer. Want ik heb dus een beugel gekocht, een tv-beugel voor op de muur. Ja, en we hebben de tv boven staan, dus het zou super dik zijn als we die kunnen ophangen. Maar dan moeten we eerst even de tv-beugel uitpakken en kijken of het gaat lukken qua plek om met de hoogte en de breedte en zo. Dus we gaan even naar boven. Zo, ben ik blij dat Danny er is. Oh, dit is dus mijn nachtmerrie, hè. Als ik iets openmaak en bijna niks zit in elkaar. Deze moet ik niet hebben. Deze is Duits, dat snap ik ook niet. Ja. Heb ik dan een Nederlands? Oh nee, dit is Engels. Geen orthotoot. Dat is. Geen orthodontist nodig. Nee. Maar wel Danny. Tropical Danny. Nou, ben benieuwd. Hoeveel stappen kan je het gedaan hebben? Want ze zeiden dus serieus dat je in 5 stappen dat bed buiten kon maken, hè? Nou, hier dat is wat anders. Hier staan 8 stappen. 8 stappen. Nou, dat is in ieder geval beter. Maar 5 stappen en je hebt dit ding in elkaar. Nou, ik ben bezig geweest, maar... Ik weet niet hoe lang 1 zo'n stap duurt. Ja, heel lang. Maar dat is het ook. Doe je 8 stappen en dan duurt het allemaal niet zo lang? Of doe je 5 stappen en elke stap duurt een uur? Ja, dan ben je lang bezig. Maar goed, snap je dit wat van of niet? Ja, weet ik niet, gaan we zo achterkomen. Oh, ik dacht je had hem al doorgenomen. Nee, gewoon kijken en niet lezen. Dat heb ik ook altijd op school gehad. Ja, dat was ook altijd het probleem. Doe moest geen profi zijn. Je hoeft geen professional te zijn. Ja. En in Nederland staat er, je hebt geen orthodontist nodig. Nee. Ze hebben voor elk land een andere quote. Hier staat brace yourself. Nou, die vind ik niet zo leuk. Stap 1. Platzieren deinen verdeseer auf eine Decke und lege den. Wie auf dem Foto gezeigt, darauf sauge aus den Beiteln. Du brauchst naar 1 set.
een bak koffie bij. Hier staat dat, hè? Een bak koffie, ja. Op de foto, een bakje koffie. Nou, ik ben benieuwd. Ga vast goed komen, denk ik. Doe even gereedschap pakken, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Nou, hier staat de tv nu nog op 2 dozen. Straks hangt hij hopelijk op de muur. Als eerste ga ik eventjes 4 schroefjes losmaken. Dus we hebben even het gereedschap van Danny erbij gepakt. Hartstikke idee. Dus deze 4 schroeven die moet ik eruit halen. En dan ga ik deze 2 bevestigen. Ja, hier 2 schroefjes in aan beide kanten. Ja, en dan is dit volgens mij het meest ideale wat er bestaat. Ze hebben dit gewoon meegeleverd bij die beugel. Dus als het goed is, doe je deze gewoon aan de muur. Waterpas, stipje, boren, schroeven, klaar. Ja, dat klopt. Ja, toch? Nou, ben benieuwd. Boom! De onderkant is eraf. Hartstikke idee. Ja, dames en heren, best wel veel wat erbij komt kijken dan allemaal met zo'n muurbeugel voor de tv. Ongelooflijk. Er worden helemaal dingen opgemeten, helemaal precies in het midden van het bed en natuurlijk waterpas. Dan zit je zo tv te kijken. Beetje overdreven, maar je snapt wat ik bedoel. Maar Danny is zo handig daarin. Dat is echt niet normaal. Super lief dat Danny ook even wil helpen. Dat is echt nice. Wat heb je gehaald uit de bus? Wat je nog nodig had, los van deze 3 koffers al. Nog een koffer. Dames en heren, welkom bij Weekend Millionaires. We hebben 4 koffers. Welke koffer kies jij? Ik denk deze. Is dat je favoriete koffer? Ja. Nou, laten we kijken wat Danny heeft gewonnen. Wauw, een klopboor. Of is dat geen klopboor? Nee, dat is klopboor. Wat is dit? Een boormachine. Oké, nu heb je iets gehaald om het hart van het bed te meten. Ja, dat meten hebben we net al gedaan, maar dan kunnen we een rechte lijn naar boven zetten. Zo! Wow, dit is echt een top ding. Moet je kijken. Doe hier even een lijntje vouwen, in het midden. Het zijn slimme dingen dit, Danny. Ja, gewoon even vouwen zodat je het midden hebt, waarom niet? Oh, daar had ik niet over nagedacht. Ik denk dat ik nog nooit zo recht naar tv ga kijken. Zo, en nu? Ik voel me zo nutteloos. Oh kijk, dit is het belangrijke streepje. Boah. Dat is hem. Voilà. Voilà. Kind kan er wassen. Dat is eigenlijk best wel gekke uitspraak of zo. Kind kan er wassen? Ja. Ja, zo makkelijk is het. Ja. Ja, maar ik weet niet of kind dat kan. Ja, dat weet ik dus ook niet. Ik heb dat nooit bij stilgestaan, maar toen je het nu zei, dacht ik, kind kan de was doen. Dat is eigenlijk een rare uitspraak. Ik snap hem eigenlijk helemaal niet. Ik heb vroeger nooit de was gedaan. Nee, ik ook niet. Sta er in één keer bij stil. Wow, ik heb nooit zulke dikke pluggen gezien. 10 mm, moet je kijken wat een dikke plug het is. Ken je dat? Dit is wat een plug doet, dames en heren. Als je hem zo vast hebt en je gaat hem draaien, gaat hij zo uitzetten. Uitzetten, uitzetten. En dan uiteindelijk gaat hij zo helemaal uitzetten zo in de muur. Mooi, gaatje voor. Let's go! Zo, is dit speciaal voor die laser? Ja, ik weet niet of het nou is om die laser beter te zien of dat het is gewoon ter bescherming van je ogen. Zo klinkt dat altijd, die stofzuiger. Als je hem uitdoet, dan hoor je niks zo. Moet je hem horen. Hier, let op. Hoor je dat? Ja, apart geluid. Deze bril is ook gek hoor. Ik kan gewoon mijn ogen erin zien. Wow, dit is echt... De wereld met deze bril ziet er zo anders uit. Wow, je zou maar alles zien met deze kleur. Check dit. Wow, zo. Die kleuren komen in één keer weer op me af. Moet je kijken. Alles in deze kleur. Ik krijg hem niet helemaal bij jullie op. Ik zal hem even een beetje inzoomen. Alles met deze kleur. Als je hier zo'n tijdje naar kijkt en daarna doe je hem in één keer weer af. Zo, dat is een verschil. We gaan Danny even te pakken nemen. Oh. Het was af, denk ik. Ja, heb je hem? Er zijn adapters. Nice. Jeetje, hij heeft ook een speelgoed, die Danny. Dit is niet normaal. Yeah! Ik hoop dat hij hem goed gaat houden. Heb je ooit wel eens een gat geboord en daarna zo... Nee. Oké, hoorde ik nou goed jou zeggen? Het komt nu pas op me binnen. Wat? Ik weet niet of hij hem gaat houden. Ja, omdat ja, die muur is best wel poreus. Poreus? Ja, dus het is niet een hele vaste steen, maar dan gaan we straks zien als pluggen erin gaan. Oké. Okay. Oeh, dat wordt nog spannend dit. Ja, wie had dat gedaan? Gaat je boren met ons dat spannend zou worden? Let's go. We gaan ze laten schrikken. Ik denk dat ze heel hard gaan schrikken. We moeten wel denken aan de buur hoor, met boren straks. Ja. 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 Dat kan. Ah, verdomme man!
Verdomme! Die wc ging open, die verraden ons. Jezus. Zo, gaat die goed? Jongen. Ja, jullie moeten straks wel even met zakken de buren. Zakken door de doos. Ja, dat was dus de grap, zachtjes voor de buren. We wonen alleenstaand. Oh. Maar ja, dat begreep Danny niet. Oh, nou lullig zeg. Dat is een grapje, man. Grapje? Oké. Ik ben benieuwd of je het ook. Maar wat ik niet snap, dat zij hier tien niet te behoren. Dat is niet leuk. Dames, ik vind het niet leuk. Maar ze kunnen 12 mm plukken. Ik hoor niks meer wat Danny zegt. En ik ben hier aan het leren. Kijk, ze zeggen hier 10 mm boor. Schat, dan doe je het weer. Maar ze doen er 12 mm pluggen bij. Ja, sorry Danny. Dit zijn die gillende meisjes in de klas. Daar kan ik me niet concentreren. Ik moet heel even kijken hoe jij op ons richt met die stofzuiger. Dat is zo mooi. Jij dacht dat je een pistool in had. Ja. Ja. Dit is zo mooi. Kijk, als ik slow-mo doe, jij pakt hem. Ik schrok zo, hè. Maar hoe gaat het hier? Ja, het gaat supergoed. Ja. Want, Oh, we hebben hem hier al gedaan. Oh, nee, of toch? Schatje, niet zo open. Ja, ik vind dit wel raar. Dus we gaan kijken of die pluggen erin gaan. Ja, had je dit gekund zonder mij? Dit ophangen. Ja? Nou, ze zeggen dat het met twee man moet. Maar dat is meer denk ik om de televisie erin te hangen. Zeg hem gewoon dat je hem nodig hebt. Ja, ik ben je nodig. Alleen had ik dit echt niet gered. Zie je? Alleen had hij het niet gered. Kijk eens even. Ik moet even afsnijden met het stemmes. Oei, ja, dat kost even wat tijd. Dat is niet normaal, we zijn echt lang bezig al. Volgens mij ben ik ook echt gewoon de meest nutteloze, irritante persoon die je bij zo'n klus kan hebben als dit. Ik voel me ook zo nutteloos. Ik wil zo graag helpen, maar ik kan niks anders doen dan schroefjes erin en eruit en stofzuigen. Hij heeft die scheef erin. Het begint erop te lijken, dames en heren. Ja. Ik vind het een mooi systeem op onhandig. Nou ja, op zich wel, werkt dat wel mooi. Als het helemaal zit, dan zit hij. Ja, het scheelde in deze, we hebben een vaste beugel, dus televisie kun je niet naar voren trekken. Televisie. Ja, misschien gebeurt dat straks, hè? Misschien gebeurt straks wel televisie. Ligt hier ineens op de grond. Dus dit is wat we nu hebben, dames en heren. Hier komt de tv op en dan kan je hem hier zo naar voren doen. Hop, en zo opzij. Hop, en weer naar binnen. Dus dit is ideaal zo. Nu gaan we nog de tv uiteindelijk ophangen. Dat is de bedoeling, niet alleen de beugel, ook de tv. Ja, ik zweem helemaal kapot, ja. Ja, ik zie het, ja. Zweet staat je op de kop. Nou, daar gaan we, dames en heren. Moment van de waarheid. Oké. Yes? Ja. Wat? Wat? Boom! Even kijken of die in het midden zit. Ben je klaar voor? Ja. Dit is niet normaal, schat. Nou. Doe dan. Dit is echt niet normaal. Woehoe! Maar ook, jij bent dus blij met de locatie. Ja, zeker. Super blij. Check dit. Heel nice. Oh. Ja, dit is perfect. Je kan het gewoon... Oh, lekker man. Makkelijk, hè? Echt makkelijk. Want wij waren... Niet met die vieze voeten, bed. Wij waren bang dat we niet de onderkant konden zien. Ja, maar toen lag ik zo en toen dacht ik, ja, maar wie ligt zo de tv te kijken? Je gaat altijd wel een beetje zo. Ja, dit is perfect. Ja, want als je nu zo ligt, kijk prachtig, dan. Prachtig. Dit is niet normaal, joh. Dit is echt gruwelijk. Mooi. Kijk hoe mooi dat erbij hangt. Ja, perfect. Echt perfect. Zo mooi van de muren af. Mooi bovenstukje hier zo. Ja, echt dik. Echt heel erg dik. Gruwelijk. Dus we kunnen gewoon Breaking Bad kijken vanavond. Echt gruwelijk. Dankjewel, Danny. Baas. Danny heeft 90% van het werk gedaan. Dat dacht ik al. Misschien 95. En ik had warm. Ja, ik zag je al zweten, ja. Maar echt nice gedaan, dankjewel Danny. Ja, heel mooi. Geen moeite. Echt super lief. Echt top dit. Danny en ik gaan nog even lekker potje poelen. 1, 2. Biem.